Dit is het begin van een filmpje wat nu alleen Engelse ondertitels heeft, maar wat ik wil gaan voorzien van een voice-over in het Nederlands. En ik ga hier laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Kijkt u mee? Voordat we dit echt eraan doen, moet je eerst even kijken bij de systeemvoorkeuren en dan wel bij het geluid. Selecteer daar het apparaat waar je van op gaat nemen. In dit geval neem ik op via de Zoom H2 die ik als USB microfoon gebruik. Daar is verder geen volume van in te stellen, behalve op het apparaat zelf. En hij staat nu een beetje te hard op te nemen. Dus ik zet hem naar ietsje zachter. Nu weet u in ieder geval dat het geluid goed in de Apple binnenkomt. Dus dit kan nu weer gesloten worden. Ik ga nu weer terug naar Final Cut. En nu ga ik de tool opstarten voor de voice-over. Die tool die zit onder Window en dan bij Record VoiceOver. Je kan ook de sneltoets Alt-Command 8 gebruiken. Dan zie je hier de VoiceOver tool en ik spreek nu in een microfoon. Ik neem nog niet op en je ziet dat het geluid goed is van niveau, je ziet aardig wat activiteit. De naam van het audiobestand, die ga ik noemen VoiceOver Tool Final Cut Pro. Hij maakt gebruik van deze input, dat klopt. Ik kan hier ook de andere kiezen. Ik wil wel of niet meeluisteren. Nou, ik zet dat meestal uit. De vinkjes hier betekenen aftellen tot het opname begint. Dan gaat hij 3 seconden van tevoren tellen. Hij gaat ook, de scrubber gaat ook 3 seconden terug op de tijdlijn. Hij telt af en dan begint de opname. Dit vinkje regelt of je alle audio van je film uitzet terwijl je de opname maakt. En je kan meerdere takes doen en dan wordt er een audition gemaakt. Dat is misschien iets voor een andere tutorial. Het event waarin de audiobestandjes opgenomen gaan worden, dat is het event waar ik inderdaad in bezig ben. De voice-over tool van Final Cut. En ik heb deze de rol gegeven van VoiceOver Dutch. Ik heb die rollen nu eenmaal gemaakt. En daar maak ik dus gebruik van. Nou, we zijn nu in feite klaar om de opname om in te spreken. Dus ik zal eventjes het filmpje erin zetten wat we gaan inspreken. En het begin had je al gehoord. Hier begint de tekst. Hier begint de tekst. Dus ik ga daar beginnen met opnemen. Nou, daar gaat hij. 2, 1. Van 16 tot 19 september 2021 kwamen 13 mensen bij elkaar in Kehl in Duitsland. Ze kwamen in 7 Hiemer Exis campers en ze kwamen van 4 verschillende landen. Nou, hier laat ik de opname even bij. Je ziet hier nu dat dus dit geluid hier opgenomen is. En als ik dit afspeel, nou, daarna kun je dus nog met de limiter dingen doen.
met de equalizer om het geluid te verfraaien. Maar ook dat is allemaal dingen voor een andere tutorial. Dus ja, in feite moet het zo werken, de voice-over. Oké, ik stop nu de opname van het scherm. En dit is het resultaat. Van 16 tot 19 september 2021 kwamen 13 mensen bij elkaar in Kehl in Duitsland. Ze kwamen in 7 Hiemer Access campers en ze kwamen uit 4 verschillende landen.